Wat te vallen dan, mes? Uitstappen. Aan alle kanten worden we beschoten door zijn vriendjes, dus hey. Dekking zoeken. Ik kom naar hier. Ik weet niet wat hij vast heeft of iets. Oeh, dat is een groot wapen. Oeh, dat is een heel groot wapen. En denk van, fuck it, ik ben ook een vliegtuig, ik ga niet opstijgen. Pardon, is jullie snel gek. Oh, dat is leuk. John Deere Tracker wordt achtervolgd. Al laten zien. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Pinoval en Moor. En vandaag ga ik op pad met de Volkswagen T6 van het Koninklijke Marechaussee de Camar. Dit is onze auto. We hebben de eerste melding hier, zo'n dronken persoon lopen. Gaan we zo meteen heen. Gemaakt door team MH skin door iemand anders. Ik durf even niet te zeggen door wie. En vandaag hebben we de Glock. Dit is de taser. We hebben de Glock 17. We hebben de de SMG, de MP5 noem ik het altijd even. En ik zou graag deze aflevering willen schieten in first person. Dus... Wacht even, hè. The fuck is dat? Ik hoor van alles. Ik ben alleen thuis, maar ik hoor van alles. Oh, dat is hiernaast, oké. Okay. We gaan eens kijken, daar loopt de persoon al, ik zie hem vanuit hier. Dus we gaan eens koekeloeren wat hij allemaal te zeggen heeft. Oké, dat gaan we niet doen, vriend. Mes laten vallen, mes laten vallen. Laten vallen dan, mes. Laatste waarschuwing, laten vallen. Meewerken. Godverdomme. Dan dacht ik toch. Zenetje erbij. We zijn aangehouden. Niet onder verplicht. Dan reden we heel snel naar ons bureau. Maar hier komen pannenkoek. Ik ga niet meenemen in ons busje. Want mijn ervaring leert tot het moment dat ik een persoon hierin wil zetten, dan crasht die. Betekent niet dat als jullie een... Ja, dat is goed. Jullie zijn veel te laat. We willen niemand te komen. Dat is verhoord. Op het moment dat ik een persoon in mijn busje zet, dan lukt het niet. Dan crasht de game vaak. Op het moment dat, ja, jullie misschien lukt het wel. Maar nogmaals, ik. Voordat jullie zeggen, ja, dat kan gewoon hoor. Ja, bij jullie kan het, bij mij niet. Mooi. Ik word gebeld. Ik moet opnemen. Verdachte gaan mee naar het bureau. Ik zie jullie zo meteen als ik weer vrij ben. Tot zo. Oké, daar zijn we weer. Ja, deze persoon die kwam natuurlijk weer eens op mij afgerend, waar mijn busje jatte. En ik dacht niet, vriend, jij gaat niet mijn busje jatten. Dus ik zei van, jij gaat niet mijn busje jatten. Dus ik sloeg hem neer. Wij gaan nu naar een persoon die wordt gezocht. En die rijdt hier langs het vliegveld met de ANPR-camera's van de Marechaussee. Ik weet niet of ze die hebben, maar bij deze hebben ze die wel. Ik ga even een stukje tegen het verkeer in. Om vervolgens, wacht even, hè. Als ik nu ga, want hier, ik weet dat je hier... Hier gaat rijden. Oh, die ga ik nog maar bijhouden, joh. Die ga ik kwijtraken. Nee, die ga ik nooit meer. Ga ik nog maar bij kunnen komen. Maar leuke challenge. Even denken. Dus ik aan het bellen en ondertussen mijn hele muis aan het slopen door vet vaak achter elkaar te klikken om die man te slaan. Want hij sloeg mij ook opeens. Hier kan ik toch gewoon niet snel aan. Nee, kut, dat is de verkeerde. Waar ga ik hier dan heen? En dan ga je zo. Nee, dat heeft ook geen zin. Ik heb blauw erop gooien. Want die willen we niet kwijtraken. Anders wordt de baas Camar boos op mij. Ik moet hier links pakken, hè. Ja. Oh, gassen. Hij zal mogelijk vuurwapen gevaarlijk zijn, zo bij zware gang misdaden betrokken zijn. En dat, oh, aanrijding,
dat houdt in, ja, als je in Amerika naar de gangs kijkt, die grote groepen stoere gangsters, ja, dat zijn wel echt allemaal, hebben die een vuurwapen op zak. Ik ga maar weer links stilstaan natuurlijk, joh. Oké, nu kunnen we sneller maken. Als het goed is, is hij niet op de vlucht. Dus hij zou niet door het verkeer moeten racen. We lopen ook op hem in met deze snelheid, dus dat is mooi. Verkeer werkt allemaal goed mee, gaat mooi naar rechts. Dat is omdat ik zoveel mogelijk links rij. Dan zien hun geen andere keuze dan naar rechts te gaan. Het duurt nu allemaal wat langer. En die vrachtwagen gaat een probleem veroorzaken. Maar dan kunnen we hier ze tussendoor op. Dankjewel. Ik had een mod gekregen van iemand in de reacties of op Instagram privé. Ja, nu moeten we keuzes maken. Of rechts blijven rijden of links gaan rijden. Nu ga ik weer links rijden. Alleen, dat was dus tot de vrachtwagens aan de kant gaan. Dat was een mod clear the way of zoiets. Maar dan denk ik van ja, want ik downloadde net en je gaat de handling, de vehicles meta vervangen. En daarin heb ik zoveel veranderd dat ik bang ben als ik dat nu ga veranderen. Want daar onder andere staat erin dat dit busje moet rijden op de handling van Police T. En niet op de handling van Sheriff. Ik zeg maar Sheriff, lekker Engels. Ik kan die R nooit in het Engels. Maar goed. Dus als jij die vehicles meta gaat vervangen met dat bestandje, dan gaat het nooit zo zijn dat hun weer instellen dat ik die handling zo heb ingesteld. Dat is even heel ingewikkeld en ik moet meer op het verkeer letten dan praten. Dat is altijd moeilijk, moet je zelf maar eens proberen. Maar ja, dat is. Dus ik denk als ik het vervang, ben ik mijn eigen bestand kwijt, wat betekent dat ik ja, dan klopt er niks meer van, dan kiepen alle auto's om omdat ze de foute handling hebben, want dat wordt allemaal geregeld in een vehicles meta. Blauw gaat uit, want in principe kun je van ver af al blauw zien aankomen als je netjes spiegelt. Maar het is hier niet heel druk, dus ik kan nu gewoon linkerbaan volle gas rijden. En hier gewoon rechts, dan maar even er langs. Helemaal uit ons gebied, maar ja, eigenlijk kun je Camar ook best in de stad doen. Hè. Ik doe het wel altijd zo netjes in en rondom het vliegveld en nergens anders. Maar eigenlijk kan ik overal wel naartoe. Rechts inhalen, want het verkeer blijft altijd zo lekker links rijden. Allemaal bekeuringen in de brievenbus. Ik zag de motor al. Ik zag hem al komen. We gaan zelfs de stad uit. Ik denk dat ik hem heb buiten de stad. Oh, sorry. Toch even blauw erop gooien. Dan op het moment dat we bij hem zijn, dan zet ik hem meteen klem. Maar wie is het? 12-01. Ik word weer gebeld, maar ik, ja, ja, handig. Ik ben even een aanhouding aan het verrichten, vriend. Oh shit, dat is zo. Ik dacht dat hij hier links was. Ja, wie is het nou? Hij? Dukes, ja, dat is. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 07. Bravo, India, Alpha, 2, 5, 1. Uitstappen. Uitstappen.
Goed, dan gaat er vandoor, meldkamer. Oké, okay, je zijn met spoed eenheidjes bij. Meerdere eenheden, vriendjes die achter ons aan gaan komen. Oké, okay, er komen... Oké, okay, ze worden beschoten. We kunnen hier eindelijk gaan schieten. Van alle kanten worden we beschoten door zijn vriendjes, dus zij... Dekking zoeken. Er zit hier in de val, joh. Is er nog een? En de verdachte is inmiddels er vandoor. Oké, okay, ik ga echt de verdachte aan. Hun, ah shit, meerdere collega's neer. We zijn echt in de val. Hij gaat er rennend vandoor. Nou, zijn kameraden komen dan maar achter mij aan. Godverdomme! Zo. Staan blijven. Hier komen. Helemaal klaar. Elke verdachte wegen wordt er onmiddellijk geschoten. Heb je dat begrepen? En ook op je vriendjes. Liggen blijven. Dat zijn nogmaals met spoed 1 en erbij. Pipo aan het rijden of niet? 1202 OC, we komen dan. Wat is dat? Een hond. Oké. Okay. Ik ben aangehouden, maar niet te antwoorden verplicht. Ik ben zo waarschijnlijk ook worden aangehouden tot... Zo dan. Weet dat wat die Holleder ook had gedaan. Aanzetten tot moord of zoiets. Opdrachtgeving voor moord. Hij zit daar op zijn knieën. Dat is verhoord. Blijf even bij hem. Totdat mijn collega hier hem heeft ingerekend. Hij gaat meteen naar de gevangenis. Zo, daar vloog een band geloof ik. Zo, hij is mee met hem. En dan gaan we nu eens achter zo'n vriendje aan. We hebben meerdere collega's die gewond zijn geraakt bij dit incident. Staan blijven. Stoppen. Stoppen! Er wordt geschoten, maat. Ik ben al geraakt, zie ik. Zegt de volging op het strand. Lekker pik. In de water. Liggen! Boeit me niks dat je in het water ligt. Je gaat liggen. Of een drinkje. Lekker in het natte zand. Heerlijk. Ah, genieten. Goed, je bent aangehouden. Ga mee naar het bureau. Ik ben al redelijk goed gestraft denk ik, maar al die schotwonden. Er zijn geen eenheden meer nodig. Jong, lekker rennen. Oh wacht, ik moet wel even terug gaan bellen, want het was belangrijk. Maar ik dacht ik zin aanhouden en kan niet. Ik zie jullie zo meteen weer. We zijn weer op het vliegveld en we krijgen meteen de prio 1 melding. Ambulance Schiphol zou een slachtoffer hier hebben. En daar zouden ze wat probleempjes mee hebben. Die zou lastig vallen, die zou agressief reageren op hun. Ter plaatse C. Hey, stoppen! Hey, stoppen! Je wordt getaced. Liggen blijven. Hij is aan het slapen. Mag je meteen helpen. Hij zal rustig blijven. Ligt daar nou iemand onder? Nee, oké. Okay. Ja.
Goed, ik ga even snel alle wapens fixen, want ja, mijn game die was gecrashed, dus moest wel even opnieuw beginnen. We doen die weg, we doen de shotgun weg, we doen een andere shotgun weg, we doen de P99 weg, want de Glock houden we. En dan pakken we nog de SMG. En dan zullen we nog even wat leuke... Zo, en dan hebben we weer alles. Dan zijn we volledig inzetbaar. En dan kunnen we end, geloof ik. Of Ctrl-I, Ctrl-I, Ctrl-End, End call-outs. Nee, dan doen we gewoon op de X. En dan krijg je meteen een nieuwe melding. Follow to the suspect have been sent, of the suspect have been sent, head to the last known location. Oké. We hebben in de parkeerplaats een verdachte gespot met de camera's. Even kijken, zou worden gezocht voor kidnapping, dus ontvoering. De laatste locatie van de verdachte is hierboven. Ap is rechtsop. Ik vertrouw dit soort meldingen nooit, hè. Hij zou rennen. Ik weet niet wat hij komt doen. Ik kom maar hier. Ik weet niet wat hij vast heeft of iets. Oeh, dat is een groot wapen. Oeh, dat is een heel groot wapen. Oeh, dat is een heel groot wapen. Hoi hoi, was gezellig. Tot de volgende. Oké. Wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Meewerken. Potman, jullie zitten gewoon te schieten op ons. Nou, er komt rechts. Moeten we even opletten. Het boefje. En nu komt hij weer daarheen. Wat is dit? Waarschuwingsschot lossen. Dat was geen waarschuwingsschot, maar wel wapen laten vallen, zeg ik. Hij heeft een shotgun. Mooi. Dit wapen bergen. Een Glock erbij pakken. Oeh, dat zijn lekker veel kogeltjes. Keurig. Ja, zie je, de shotgun. Daar heb je drie keer niks aan. Als je in een vuurgevecht zit van die afstand daar. We gaan gelijk zo hier naartoe, dan gaan we het hier even oplossen met hem. Dan mogen jullie meteen zijn wapen meenemen. Een random kentekencheck van bliep, deze auto. En daarna van deze auto als het niks is. De eerste auto is al weg. Daar was ook niks mee. Ah, daar rijdt hij. En dit was... Lima 672. No, 1099. Deze heeft ook niks uit te zien. Want er komt nog niks bij. Had ik die nou Lucas of zoiets? Wel of niet? Weet ik niet. Ik weet niet of je, hoeveel je tegelijk kunt. Ik ga het volgende keer tegen voor je naam. Alpha Whiskey Lima 672. Is er iemand wordt lastig gevallen zo te zien? Niemand, want anders zie je wel witte bolletjes bij het... was een rood rondje. Ja, niet dat, maar hier was een rood rondje. En normaal zie je daar dan witte stipjes in. Dan weet je dat er ook daadwerkelijk mensen zijn. Maar nu was het niks. 1201, dat is 1201. Dat krijgen we nu dan. Zou achter een bus aan zitten? En die bus zie je nog niet, maar die zie je nu wel. Wacht even hoor. Als je dichterbij komt, dan spant die bus pas in. Kijk eens.
Meldkamer, graag het vliegverkeer even tijdelijk stil in verband met een bus die over alle banen hier heen reist. En denkt van fuck it, ik ben ook een vliegtuig, ik ga niet opstijgen. Pondon is jullie snel gek. Dus dat gaan we niet toelaten, maat. Wij zijn sneller. Hallo. Even stoppen. Hij lijkt te stoppen. Uitstappen, uitstappen, stoppen. Hier komen, je bent aangehouden. Liggen. Liggen. Goed zo. Ik ben aangehouden, we gaan heel snel weg hier. Ik denk dat het best wel als een pittige bedreiging wordt gezien op een vliegveld. Nou ja, denk maar even na van een bus, geen vliegveldbus, want die zien er anders uit. Met één persoon erin gaat er vandoor over het vliegveld. Ja, er kan van alles in zitten, er kan een bom in zitten, dat weet ik nu nog steeds niet. Gaan we gewoon niet vanuit. Oh, sorry. Ik ga in ieder geval wel die bus even besturen. Nee, niet die. Ik wil niet mijn bus zien. Ja, jawel, maar kom op. Ik ga die buskus. Dus, nou, niet deze, maar ik zet hem wel even aan de kant. En dan pakken we deze. Buschauffeur. Oh, lekker krasjes ook. We gaan een plekje zoeken waar die goed staat. Even opletten dat mijn Kamar-busje niet verdwijnt. Want ja, nu denkt LSPD Vat dat dit mijn politievoertuig is. Maar hij staat er nog. Zolang ik hem zie zal hij niet verdwijnen. Als het goed is komt er geen vliegverkeer. Want we hebben nog steeds aangegeven dat we tot we bezig zijn. Daar is de toren. Dus ze zouden moeten zien tot nu weer alles vrij en veilig is. Maar we gaan het toch nog even doorgeven. Als we de baan hebben gecontroleerd of hij er niks heeft uitgegooid. Nee, ziet er allemaal keurig uit nog. De meldkamer, het vliegverkeer mag weer zijn weg gaan vervolgen. Jullie mogen het doorgeven aan de toren. Wij hebben de route doorlopen, ziet er allemaal goed uit, nagelopen, nagereden. Ziet er allemaal keurig uit. Wij gaan met vervolg. Ja, waarom daar? Daar gaan we echt niet naartoe. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Vertel, vertel. Meldkamer, daar zijn we weer. Kamar 1 hier. Graag vliegverkeer op baan 38 links stil leggen in verband met een aangereden persoon die pitgekort op de baan staat, ligt en een persoon die erbij staat. Hallo meneer, ja vertel. Oké, thanks. Daar is de verdachte, die rijdt er nog. Als het goed is, kom een ambulance. De verdachte rijdt recht voor mij. Ik kan natuurlijk gewoon niet het slachtoffer zo... Ik laat er gewoon liggen. Doei. Ambulance zou moeten komen. Meestal komt hij vanzelf al aangereden als ik er bijna ben, als ik er net ben. Dus misschien omdat het op vliegveld is dat hij niet kan worden ingespand. Maar dit is hem in ieder geval. Voor stop de voorste aan. 12 NOC, ik heb zicht op de verdachte. 1 Adam 12. Dat is verhoord. Ja. Hallo meneer. Good day. Kunnen mij even vertellen wat er is gebeurd? Heeft hij iets gedronken? Nee. Oké. Heeft hij toevallig drugs genomen? Am I being detained? Ja, dat gaat u wel, dat gaat wel gebeuren. U mag even uitstappen. Ben aangehouden, verlaten plaats ongeval.
ben niet tot antwoorden verplicht. Ik heb recht op een advocaat. Als u die wilt, gaan we dat allemaal regelen. 1 collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Los Santos International. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Zo. Hit and run call out crashed. Ja, maar goed. Bericht voor alle wagens. En bericht voor alle wagens. Deze melding is oké, okay. Ja. Meldkamer, slachtoffer opgehaald. Getuige naar het bureau gebracht voor een verklaring. 38 links weer vrij. Ah nee, maar het is 33 links. Wat is dit? Wat heb ik dan net gelezen daar? Meldkamer klopt niks van. Maar... hier was het. Wat stond hier dan? Ben ik echt zo scheel geweest? Ah, 33, ja oké. Okay. 33 links was het, maar dan hebben jullie vast al gesnopen, want er zal geen 38 zijn. Nou, gaan we nog even kijken. Ah, daar komt de ambu. Lekker pik, hij is al lang weg. Pannenkoek. Oh, dat is leuk! John Deere Tracker wordt achtervolgd. Die gaat toch niet open. Oh shit! Potten onder de zuur, dat ding is van metaal of zo. Remmen. Bam. Afstappen. Afstappen. Hier komen. Staan blijven. Zeg het woord te voet. Collega's zijn in de buurt. Hier komen. Goed zo. Liggen blijven. En aangehouden. We negeren stopteken. Niet te antwoorden verplicht. Heb recht op een advocaat. En ook jij. Als je die wilt, kunnen we het allemaal regelen. Er zijn geen eenheden meer nodig. Helaas geen John Deere Tracker, jongen. Anders was je voor mij mogen doorrijden. 1 collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Los Santos International Airport. 12:05, ik ben onderweg. Boom. Dat is verhoord. Zo. Daar is het transportbusje. Nou, die zit hier waarschijnlijk. Ah, nee. La Puerta of zoiets. Meldkamer zegt dat het zo soepel en ik kan dat niet. Freeway, daar zou een persoon met een wapen lopen. En dat mag niet, hè. Links afslaan, die taxi, die... ja, keurig. Hij moet mij toch al lang gezien hebben. Maar dat hoop ik niet. Ja, waar dan? Oh, daar! Ik ga geen... status doorgeven, want eigenlijk schiet hij op me. Hallo, even staan blijven. 12 NOC, ik heb zicht op de verdachte. 1 Adam 12. Allemaal laten zien. Dat is verhoord. Meldkamer, alles onder controle. 1 persoon aangehouden, 1 persoon dodelijk, dodelijke afloop. De laatste schot. Oeh, die ging daar. Want ik deed zo bam bam en toen bam en toen boom. En toen boom. Oh, nu krijg je ook mensen, bedankt voor het kijken.